We hebben weer even lekker geshopt. En ik zeg eerlijk, dit doe ik bijna nooit meer. Want je weet, ik haat merkkleding, maar... Ik moet je wel eerlijk zeggen, ik ga op vakantie en ik wil er wel een beetje fris uitzien. Je weet toch? Brrr. Jullie willen zien wat ik heb gekocht? Is niet zo heel bijzonder hoor. Gewoon een paar schoenen, een paar shirtjes. Maar ik ga jullie een paar dingen laten zien. Niet alles, anders ben ik heel de fucking dag bezig. We hebben daar ook nog allemaal andere dingen, maar... Volg. Om te beginnen dacht ik natuurlijk even slippers halen. En aangezien het zomer is, ik dacht, laat me even lekker zomerse witte slippers halen. Prachtig. En als we slippers halen, ja, dan moeten we die schoenen ook halen, weet je. Dat is wel logisch, toch? Ik vond deze ook wel logisch. Huppakee. En ik heb volgens mij nog een schoen, ja. Nog een gekke kleur hier, oh. Lekker zomers, jongens. Hey. Ik dacht, we doen een mooi zonnebrilletje erbij. Een riem erbij. Hier heb ik allemaal truien. Volgens mij 2 truien, blousjes en t-shirts. Maar ik ga niet alles uitpakken, man. Blijf ik bezig. We hebben ook een mooi vestje van Moncler gehad. Zomerjasje. En een mooie bodywarmer. Ook even een snelle trina gehad. Ik zeg eerlijk, deze trina gaat wel dom, man. Trui. Ook heel mooi. Ik zie het nu niet echt, maar mooie trui. En deze heb ik trouwens cadeau gekregen, omdat ze zeiden dat ik alle records heb verbroken. Dus SO naar mijn laatste even snel langs Fendi. Even een polootje gehaald. Even 2 t-shirtjes voor de zomer. Gewoon lekker fris, gaat. Het is gewoon boef, man. En om het te matchen natuurlijk, deze mooie schoudertasje. Mooi petje. En ik moet je ook zeggen, ze hebben mij trouwens een cadeautje gegeven. SO naar Fendi. Ik krijg alleen maar cadeautjes deze dag, man. En ik heb nog wat dingen daar, maar ik zeg eerlijk, ik ben het alweer zat, man. Ik ben het weer helemaal zat. Ik ga naar beneden. Allah. Potje voetballen met Daryl. Hoeveel staat het, bro? Hoeveel staat het? Dames en heren, even wat anders. Ik heb deze airco. Deze heb ik over en deze ga ik aan een fan geven. Gewoon iemand die het goed kan gebruiken. Airconditioning in zijn huis. Ik kom hierop terug. Ook de bedrijf die mij dit gegund heeft. Ik ga dat allemaal vermelden. Maar één van jullie...